is. Ja, deze. We moesten die daar achter gaan leggen en nog kijken naar elkaar, want het staat hier op het plaatje. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En Jeroen, is het goed wat ze daar neer hebben gezet? Kijk jij nog even of het klopt met het plaatje? Ja, maar ik vind het wel goed. Jeroen denkt dat het goed is. Nou, dan mag nu Stijn het lampje aan gaan zetten. Ik weet dat niet de konijnen doen. Nou, hebben ze hier gezegd dat dat de grootste schaduw is, hè? Ja. En is dat goed of niet? Ja, de haan is groter. Ja, maar waar komt dat door? Omdat een haan ook in het echt groter is dan een konijn. Dus het heeft niks te maken met schaduw die ver weg of dichtbij is of zo. Kijk, als het zo gaat, is die even groot. Nee, nu gaat nou, Kees? Kijk, als die zo staat, dan is die iets groter, maar zo is kleiner. Kijk, ik zie het. Kijk, ik zie het. Kijk, zo is die wat kleiner. Zie je, daar zie je dat niet zo goed, maar zo wel. En hoe kan dat nou? Want ik weet... Kan je dat uitleggen? Ja, want groter. Wordt die groter als de lamp dichterbij komt? Ja, en dan wordt de schaduw kleiner. Nou, moe. Kijk maar. Maar nu zie je het niet meer, maar zo wel. Hé, hey, wat heb je nou toch ontdekt? De lamp komt dichterbij en dan wordt de schaduw... kleiner. Nee, toch? Is dat echt waar? Ja, kijk maar. Nog een keer. Groter wordt hij dan. Wat? Groter, tot je het niet meer ziet. Ja, alleen daar. Nou moet je de lamp maar stilleggen. En dan gaan we niet aan de lamp komen. Maar dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt als we nou... Hoe kan je nou... Oh, de batterij is bijna. Ja, dat geeft niet schat. Hoe kan je nou een groter schaduw van een konijn krijgen? Dat mag niet aan de lamp komen. Maar dan moet je alleen met het konijn verplaatsen. Kees gaat proberen of de schaduw van het konijn... Oh, jongens. Wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Niet de konijn groter. De konijn. En in het echt zeg je net dat het haan en een konijn... Ja. En nu is het konijn reuze groot. Ja, omdat hier staat en zo. Ja. Ja, nou, zo hebben we het neergezet. Ja, het is gelukt. Kees, denk jij dat de schaduw van het konijn verdwijnt in die van de haan? Denk ik wel, maar dan krijgt de konijn een staart in zijn gezicht. Oh ja. Onder, daaronder. Zo. En deze, dus dan komt dit achter op zijn kont. Oké. En Stijn, denk je dat het konijn verdwijnt in de schaduw van de haan nu? Ja. Jij wel, hè? Ik denk het ook. Waarom dacht je dat ook alweer? Want ik denk dat die konijn verdwijnt en die van die niet ziet, dat je die nog ziet. Zo. En Jeroen, wat denk jij? Ik denk dat je het haan nog helemaal ziet. Alleen het konijn die is verdwijnt in de schaduw van de haan. Nee, ik denk dat die in de oortjes zitten. Hier twee oortjes zitten. Oh, een haan met oren. Ja, hierachter. Oh, dat zou kunnen. Nou, weet je, dat is maar één oplossing. Hoe komen we erachter? Dan kunnen we testen. Testen. En, vertel. Nee, groter. Wat is groter? Dit. Groter. De haan, zijn schaduw is groter. Als we het zo doen... Dan is de konijnschaduw nu. We hebben het konijn laten verdwijnen. Nee, ik zie het nog hoor. Zie jij hem nog wel? Ja, hier. In zijn buik. Oh, je ziet de donkere schaduw. De donkere schaduw zie je door de lichte schaduw een beetje heen. Kijk, we kunnen hem ook zo zetten. Waarom? Daar, nee, hier zit dan zijn lijfje. Oh, dan valt het niet zo op. En kijk. Ja, nou kan je het. Daar is hij weer. En hij daar is weer teruggekomen. En vinden jullie het leuk om met schaduw te werken? Ja. Hé, hey, kijk eens. Kijk eens. Wat nu, ga je nou weer doen? Kijk, nu is de dier wel. Kijk. Nu zit daar. Kijk, als ik hem zo zet. Dan zit daar. Is die verdwenen. Is de haan verdwenen. De haan is verdwenen. Niemand de deur uit. De haan is verdwenen in de schaduw. Ja.
eten. En toen zei konijn, oké, vooruit. Dus ze gingen samen op de fiets. Doe, doe, doe. Uh-oh, Vlinder is gevallen. En hij ging snel de dokter bellen. Hallo, hier met dokter. Ja, ik kom snel aan, kom snel aan. En Hij zegt zo in één keer. Oké, we gaan even kijken. Oh, Vlinder heeft zijn been gebroken. Ik bedoel, zijn vleugel gebroken. En toen zei ik konijn, oh nee, kom, moet hij naar het ziekenhuis? Ja, ik denk voorlopig wel. Ik heb een autootje nodig. Een autootje. Daar zijn autootjes. En daar is de auto. Doei. Waar komt die auto vandaan? Daar. Ga maar. Stofzuigen! Zijn wij zieken? Stofzuigen! Nee, heb er even een huisje nodig. Ik ga even het papier opzoeken. En als die nou weer beter is, kan die dan weer vliegen? Ja. Echt, dat wil ik nog even zien, want we moeten bijna naar huis. Ik wil in de schaduw zien dat hij weer kan vliegen. Dat zijn vleugel gerepareerd is. Hij kan weer vliegen! Laat maar zien. En dan vliegt hij ver weg en dichtbij. En hij vliegt erboven. En we vliegen in de lucht. En hij zegt tot ziens. We gaan weer. Dank u wel voor de voorstelling. Dit was. Hij zegt dat.